mijn naam is Sascha Volkertma en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Zoals jullie weten heeft Yara Anna laatst haar make-up tutorial op TikTok gepost en ik dacht, hoe leuk is dat om na te bootsen? Ik heb niet precies alle producten die zij ook gebruikt, maar ik ga een soort budgetversie hiervan maken, dus zijn jullie benieuwd hoe ik Yara Anna haar make-up tutorial doe? Kijk vooral verder! Oké, we zitten er helemaal klaar voor. Ik zit nog lekker in mijn satijnen pyjama. Wat wij eerst gaan doen is even dit hoofdbandje. I'm literally obsessed. Ik heb niet alle producten die Yara gebruikt of iets vergelijkbaars. Maar we gaan het gewoon proberen zo goed mogelijk na te maken. Dus laten we snel beginnen. Als allereerst heb ik even een primer opgedaan. Die laat ik altijd ongeveer 3 minuutjes intrekken. En daarvoor gebruik ik deze Marshmallow Primer van NYX. Oké, als eerste gebruik Yara een primer. Ik heb momenteel deze primer. Dit is de New Baby Skin Instant Pore Eraser Primer. Deze laten we eventjes 3 minuutjes intrekken, omdat Yara dat ook doet. Dus laten we eventjes 3 minuutjes wachten. Maar nadat mijn primer is ingetrokken, doe ik deze over mijn gezicht. Ja, dit is best wel een donkere kleur. Maar als je hem uiteindelijk uit hebt geblend, is hij super mooi. Oké, nu doet Yara een donkerdere kleur op haar gezicht. Ik heb niet precies dezelfde, maar ik heb natuurlijk wel andere producten. Dit is de Tinted Beauty Cream van Essence gewoon. Ik ga deze kwast gebruiken. Deze heb ik ooit op AliExpress gekocht volgens mij. Het lijkt op een Real Techniques kwast. Nou, als het helemaal goed geblend is, ga ik over naar de Charlotte Tilbury Double Wear. Ik gebruik met een kleur 2 en 1. En die... Oh, wacht, dat moet zo. Breng ik eigenlijk gewoon aan over mijn hele gezicht, maar niet een hele dikke laag, want deze moet er nog doorheen komen. Dan gaan we nog een foundation aanbrengen. Ik begrijp alleen niet helemaal waarom ze 2 foundations aanbracht, maar I don't care, we gaan het gewoon doen. Ik ga deze Hydro BB Tinted Day Cream aanbrengen in de kleur Light. Oké, next. Dan deze 2 concealers van Essence. De een is iets donkerder dan de ander. En ik gebruik deze concealer van de Action. Mij in de kleur Light Scent. Ja, dat klopt. En deze brengt aan op haar onzuiverheden. En zij doet nu een lichtere kleur onder haar ogen. Dus ik ga wederom dezelfde concealer gebruiken. En die breng ik aan onder mijn ogen. Zij gebruikt hier een kleine crush voor. Ik vind deze gewoon heel prettig voor mijn foundation en concealer. Dus ik ga deze gewoon weer gebruiken. Maar ik laat het eerst nog eventjes intrekken. Ik vond het trouwens echt een konijn. Met dit ding in mijn hoofd. Ik druk niet te hard, zodat de concealer lekker blijft liggen. Dan hou ik ervan om mijn ogen iets op te lichten. Dan gaat Yara met een wat lichtere concealer nog even in het hoekje van haar ogen. En met nog een andere lichte concealer brengt ze nog een streepje onder haar ogen aan. Dit is een lichtere foundation, maar ik gebruik hem wel vaker als concealer. Deze is een wat lichtere kleur. Deze is van Revolution in de kleur F1. Eerst in het hoekje en nog een streepje onder haar oog. Wat ik dan doe, ik leg mijn poeder al klaar. Pak ik gelijk een poederkwast en die doe ik hierin. Ik heb deze losse poeder van de Action. Dit is de Crazy Coconut Scented Setting Powder. Ik heb hier deze kwast, ook van AliExpress, hoorde bij hetzelfde pakketje. Lijkt wederom op een Real Techniques kwast. En daarmee pak ik wat poeder. Dep ik onder mijn oog. Nadat ik alle delen met een kleine kwast heb gepoederd, doe ik het gewoon even met een grote kwast eroverheen. Oké, daarna poedert ze haar gezicht met een grote kwast. En we gaan nog een keertje in een losse poeder. Oh my god. Mijn contourstick is echt een ravage. Maar hiermee gaan we eventjes mijn voorhoofd en mijn neus doen. Oké, dan pakt Yara een beetje contour. Ik heb deze skeren van de Action. Heel veel heb ik niet opgedaan. Een beetje highlighten met de highlighter van Charlotte Tilbury. En ik heb ook een beetje liquid blush op gedaan. Deze is van Rare Beauty in de kleur Joy. Palet van Revolution, die is echt bijna op, maar daar zit nog wat highlighter in. En die doe ik met deze kwast. Daarna doet ze een beetje liquid blush op. Ik gebruik altijd een lipproduct daarvoor. Dat doen we zo. Daarvoor heb ik deze kwast. Die hoorde ook bij hetzelfde van AliExpress. Dan pakken we dit palet erbij en eigenlijk ga ik een beetje door alle kleuren heen. Dat zie je ook wel aan het palet.
Ik heb deze bronzer van Essence, de Matte Bronzing Powder. En daarmee gaat ze over haar hele gezicht. Kijk nou hoe lekker bronzy we eruit zien. Blush van Charlotte Tilbury, Cheek to Chic. Daarna doet ze nog een poeder blush op. Ik heb dus weer dit palet van Revolution. Daar zitten 4 kleurtjes in en die mix ik altijd. En dat brengen we aan op de wangetjes. Voor mijn wenkbrauw gebruik ik deze van NYX, de Thick It Stick It. Dan gaat ze door naar de wenkbrauwen. Aangezien ik hele lastige wenkbrauwen heb, omdat ik weinig kleur in mijn wenkbrauw heb, ga ik eventjes snel mijn eigen wenkbrauwen doen. Dus ik ben zo bij jullie terug. Oké, ik heb mijn wenkbrauwen gedaan. Dit scheelt zoveel altijd. Voor mijn ogen ligt het er echt aan wat ik doe per keer. Maar als ik gewoon een basic ooglook wil doen, dan pak ik eigenlijk de bronzer die ik op heb. Dan gebruik Yara haar bronzer weer als oogschaduw. Ik doe deze gewoon een zwarte oogschaduw in mijn waterlijn. Daarna brengt Jade een zwarte oogschaduw in haar waterlijn aan. Nu ben ik heel erg blond en heb ik een hele lichte huid. Dus is het bij mij gewoon niet mooi als ik zwart in mijn waterlijn doe. Dus ik ga bruin in mijn waterlijn doen. Ik pak een bruine oogschaduw. Ik heb hier dit paletje van Milani. Kijk, dit is bij mij ook al best wel donker. Oké, dit ziet er ook al een stukje beter uit. Voor mascara de Thrill Seeker mascara van Rimmel. Dan gaat ze door naar de mascara. En daar kon ik al niet op wachten, want ik heb dus blonde wimpers. Zoals jullie zien, er valt niet veel te zien. Nu ga ik mascara opdoen en dan denken jullie meteen van, oh my god, what happened? Ik gebruik altijd 2 soorten mascara's. Deze zijn beide van Essence. Ik heb er eentje met een siliconen borsteltje. En dan ga ik door naar deze mascara. En deze heeft een echt wat dikker borsteltje. Dit is sowieso een haartjesborstel. Hij is het eigenlijk af. En wat ik dan nog doe is eigenlijk met deze witte. Of, oeh, je ziet het niet. Deze 2 lichte. Nog 1 keer zo onder mijn ogen. Gaat ze hier aan het uiteinde nog 1 keer erlangs. Voor lippen vind ik een lip liner van Kurs Cosmetics super mooi. Dit is de Goddess Liner in Prey. Ja, qua lipkleur doe ik eigenlijk altijd wat anders. Deze is van Kendall & Kylie. Ik heb hier een lip liner van Essence in de kleur Why Not. Daarna gebruik ik deze lipstick wederom van Essence in de kleur Happy. There we go! Dan is dit de final Jade Anna van Vliet look. Ik zeg je eerlijk, ik zie er zo flawless uit. Like, that's so cute. Ik vind het een hele mooie make-up look. Het is zelf echt meer dan dat ik zou dragen. Maar aangezien ik toch naar een feestje ga vanavond, maakt het ook niet heel veel uit natuurlijk. Dus ik ga even mijn outfit aandoen en dan gaan jullie zien wat het eindresultaat is. Dus dit is de final look die ik met deze make-up tutorial heb gecreëerd. Ik vind het ontzettend mooi. Ik zie er echt super cute uit. Dus vonden jullie dit een leuke video om te zien? En vinden jullie het misschien leuk als ik vaker influencers hun make-up tutorial nadoe? Laat het even weten in de comments. En als je dit een leuke video vond, laat even een duimpje omhoog achter. Abonneer eventjes hier beneden. En als je niks wilt missen, doe dan even het belletje aan. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Bye!